Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En vandaag hebben wij een nieuwe carrière mode aflevering voor jullie. Je ziet het hier met de Racing Point. In Mexico zijn we aangekomen. We hebben 3 upgrades, 2 durability upgrade en 1 aerodynamica upgrade. Dat nemen we dus mee naar Mexico. De 2 na laatste Grand Prix van het seizoen. Grand Prix nummer 18. Of de 3 na laatste. Hierna hebben we nog 3 races. Dit is de 4e race voor het einde. En dan gaan we naar de kwalificatie. En dan zitten we in Q1, de laatste sector. Gaan we het stadiongedeelte in. En we zijn gewoon aan een goede tijd bezig. Mexico is gewoon een lekkere baan om te rijden. Die Forzinia is ook snel. Of eigenlijk de Racing Point. Mensen noemen het nog eens Forzinia. Sommigen noemen het Racing Point. En volgend jaar wordt het dus Aston Martin F1 team. En hier pakken we de eerste Q1 pakken we een 10e plek. Weer dezelfde naam die eruit gaan. Alleen gaat nu Raikkonen eruit. Nou, in Q2 zit er al inmiddels. Weer in het stadiongedeelte. Nu nemen we die bocht iets minder. Snijden we hier net even iets meer af dan de eerste keer. En dan duiken we wel weer naar een prima tijd. En dat zal zijn een 9e plek. En gaan we zo door naar Q3. Zie je maar 17e van de poltijd eraf. Op dit moment. Is zeker niet slecht. Dan zitten we weer in Q3, weer in een stadiongedeelte. En nemen we deze keer wel goed. Die gaan we wijd. En nu nemen we wel goed. En winnen veel tijd. Die snijden wel een stuk weer die bocht af. Maar dat mag. En we nemen snelheid mee. Naar het rechte stuk. Richting het rechte stuk. En uiteindelijk zetten we dan een 10e plek neer. Is dat wat we wilden? Nee, Sergio Perez wel op 17e plek in zijn thuisrace. En wij op naar de race. Triumphant return, it was as if we'd never been away. In Mexico, a Grand Prix is more than just a race. It's a celebration of speed and of bravery. There's nothing quite like the atmosphere in the stadium today. They'll be drowning out the cars with their noise as they make their way through on lap one. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the Hamilton pole, Bottas tweede, Vettel derde, Gasly op die 4e plek. Verstappen zesde, Leclerc tussen de beide Red Bulls. En wij zijn gewoon op die 10e plek. Het voor Lando Norris en de Romain Grosjean. En Hulkenberg pakt een penalty, hetzelfde gaat voor Magnussen en Kubica. En dan hebben we hier de rode lampen die aan zijn voor de start van de grote prijs van Mexico. We zijn uit. En hebben een goede start. We lijken er niet zo'n goede start te hebben. Grosjean heeft een goede start. Hij ligt inmiddels op P11. We duiken hier in de slipstream. En hier kijken we. Heel rustig blijven we gewoon achter. En dan kijken we hier. En dan gaan we proberen om hier langs Grosjean te gaan. Hier duiken we weer in die slipstream om wat meer snelheid mee te nemen. En hier remmen we gewoon iets eerder. Waardoor we onze positie wel behouden. En niet vol op Grosjean klappen. Maar hier ja, gaat Grosjean ook heel langzaam samen met Sainz. Maar je kan hier gewoon niet voorbij. Dan willen we hier een betere exit te hebben. Maar het lukt niet. En zo halen we niet Sainz en niet Grosjean in. We zitten inmiddels al in het stadiongedeelte, zie je het. Worden we echt tergelijk opgehouden door Daniel Ricciardo. En die houdt weer Verstappen en Gasly op. Hem op de snelste raceronde, einde rondetje nummer 1. Zitten we dicht achter Romain Grosjean, 3/10. En dan gaan we slipstreamen naar Grosjean. Maar dat halen we niet, zitten we inmiddels aan het einde van het rechte stuk. En dan zie je het, gele vlag. Achter ons, Kevin Magnussen valt uit in de safety car. De safety car in rondje nummer 2. En ja, we kunnen nu naar de medium band gaan pitten. En zoals jullie in de titel kunnen zien, zit de meesterzet van ons. Een geweldige strategie. En dit gaat ons veel tijd opleveren. En ja, veel plekken gaat het ons nu gaan we inleveren. Maar we gaan ook veel plekken winnen. Je ziet het P19. Op de mediumbanden. Achter Lance Stroll. De auto daar rijdt hij nu in. Dat was onze auto hier voor ons. Maar dus in rondje 4 gaat de safety car weer naar binnen. En waar gaat hij dan van start? Waar gaat Lewis Hamilton op het gas?
We zitten er gewoon achter, we nemen geen risico. Je lijkt hij dan te gaan. Dan denken we, dan gaat hij en gaat hij niet. En dan gaat hij nu wel. En dan hebben we echt een, ja, niet een hele goede start. We zijn, zitten er wel ver achter al. Maar ja, we liggen op die 19e plek en we moeten gewoon voor zorgvuldig. En er langs gaan en niet onze voorvleugel tikken natuurlijk. Want dan hebben we een heel groot probleem. Alle auto's voor ons moeten nog stoppen. Als op dit moment liggen we op een potentiële eerste plek. En hoe ver kan Hamilton wegrijden bij ons? En zit er dan misschien een podium in? Er zit ook waarschijnlijk een podium in. Dus de kijker, als je nu naar kijkt, zie je ook dat we terug gaan vallen. Als iedereen gepitst is, vallen we terug naar de... Ja, dan stijgen we eigenlijk naar de eerste plek. En dat is gewoon het voordeel dat wij gepakt hebben bij de safety car. Dit moet Racing Point veel punten gaan bezorgen. Zit inmiddels in rondje nummer 6. Nog steeds niet voorbij aan Lance Stroll. Waar we duiken in de slipstream bij Kubica, Lance Stroll. Blijven erachter. En hier kruipen we er naartoe achter Kubica en Stroll. En dan snijden ze elkaar. En dan hebben we hier een betere exit. Pakken we hier de slipstream van Kubica. Dan gaan we buitenom. En dan proberen we hier de beide Williams te pakken. En dat lukt ook. We zijn voorbij aan de beide Williamsen. En liggen zo door op P17. Zit inmiddels in rondje nummer 9. Zie je in de pits ingaan. Ook Hamilton. Hamilton was dus de raceleider. En daar komen we dus voor. Zit inmiddels in rondje nummer 10. Zie je net P6. Valtteri Bottas achter ons. En dan zie je het nu Hamilton op P7. Dat is het gat wat we nu hebben. Lewis Hamilton is hier links onderin. Dat groene stipje. Die eerste auto die achter ons rijdt is Lewis Hamilton. Rondje nummer 11. Liggen we eindelijk aan de leiding met de Racing Point. Gasly op P2. Hamilton op P3. Uiteindelijk Hamilton naar P2. En Gasly weer teruggevallen. Maar je ziet het rondje nummer 13. En Hamilton is aangesloten. Achter ons. En zo lijken we niet de race te gaan winnen. Maar we gaan er wel alles op alles zetten om Lewis Hamilton voor achter ons te houden. En dat wij die race kunnen gaan winnen in de Racing Point. Dus twee mensen een rondje later. En daar komt hij dan. Lewis Hamilton aan de binnenkant. Je duikt nog even in de slipstream. En dan, ja, we kunnen wel een uitremactie gaan doen. Maar daar hebben we de banden gewoon niet voor. En de auto niet. En zo laten we Lewis Hamilton eigenlijk voorbij. Je snijden we een klein beetje van de baan af. Maar Lewis Hamilton dus naar die P1. Wij dus op die P2. Bottas op P3. En Bottas rijdt te ver. Maar hier zie je het. Max Verstappen is out of the session. Ook Max Verstappen valt dus uit. En zo lijkt het hele goede punten te gaan worden voor de Force of voor de Racing Point. En dan gaan we dan inderdaad. Het laatste ronde gaan we in. 3,7 seconden achter. Maar we rijden hier in het stadiongedeelte. 1,8 seconden voor op Valtteri Bottas. En gaan het podium pakken. Een tweede plek. Het eerste podium in onze carrière. En dat doen we bij Racing Point. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En Racing Point pakt een podium. En hetzelfde geldt voor ons. Wij pakken ons eerste podium ooit in de Formule 1. Hamilton 1. Ik 2. En dan zie je het. Valtteri Bottas op P3. 3 Mercedes motoren op het podium. En zo domineert Mercedes eigenlijk hier in Mexico. De uitslag van de race dan. Je ziet het Bottas op P3, Vettel op P4, Leclerc op P5, Gasly op P6. Dan Perez is 7e geworden. Doet hij hartstikke goed. De Racing Point is heel veel punten bij elkaar gesprokkeld. 24 punten. Dat is 1 punt minder dan een raceoverwinning. En zo stijgen we ook naar de 8e plaats in het kampioenschap. En dan blijven we 4e staan in de constructeurskampioenschap. Super nice. Hamilton. Die kan volgende race alweer kampioen worden. Het gat is 76 punten. Leclerc zou in 3 races in totaal nog 78 punten kunnen halen. Dus wordt Hamilton 4e in de eerstvolgende race, is hij al wereldkampioen. Hij hoeft alleen maar 4e te worden en hij is wereldkampioen. Wordt hij 2e, dan moet Charles Leclerc de race winnen en de snelste race van de rij. Dan is Hamilton nog geen wereldkampioen. Dus Hamilton hoeft alleen maar 4e te worden. En hij is al wereldkampioen. Dat is natuurlijk
ja, best wel ziek. Lewis Hamilton die weer wereldkampioen kan worden. Dus ook in het spel is hij ontzettend snel. Ja, het podium, dat is natuurlijk een geweldig resultaat voor Racing Point en voor mij. Ja. We hebben 1500 punten. De investeren we nog in een aerodynamica upgrade of in een aerodynamica upgrade. Maar mensen, ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Zeker een duimpje omhoog. Abonneer als je het niet hebt gedaan op mijn YouTube kanaal en ik zeg joejoe.